Goedemorgen, het is nu 7:15 hier in Yellowstone. Het is een bijzonder koude nacht geweest. Het plan was eigenlijk om 6 uur op te staan en dan te gaan zwemmen in de rivier, maar daar hebben we maar vanaf gezien. Nu even lekker ontbijten en dan door meer richting het zuiden. Misschien Salt Lake City, misschien wat verder. We gaan wel zien. We zijn weer een stukje ten zuiden van Jackson en nu zien we hier op de weg dat hij gesloten is en ze vermoeden dat er een crash is of zo. We hebben eerder meegemaakt met Uncle Roy, toen moesten we ook ineens te omrijden. Dus het alternatief is nu of echt heel ver omrijden of terug naar Jackson en dan een lus naar het westen en weer terug naar het zuiden. Ik denk dat we dat maar gaan doen. Na wat wikken en wegen hebben we toch besloten om die weg die afgesloten is toch maar te nemen. Want we hoorden bij het tankstation dat die mogelijk zo any moment open kon gaan. Maar ja, dan loop je op een gegeven moment wel in de file. En hoe lang gaat dat duren? We houden je op de hoogte. We staan nu op een parkeerterrein vlakbij waar die weg is afgesloten. Ze zeggen inderdaad dat er een auto-ongeluk gebeurd is. En ze zeggen, anderhalf uur wachten. We take our chances. Maar hier is een riviertje, dus... We gaan ons hier van maken. En terwijl we hier toch zitten te wachten totdat de weg weer open gaat, kan ik nog een beetje werk doen. En Evelien doet achter de was. Wat zeg je? Ik zei niet zomaar weer de rollen verdelen. Iedereen werkt toch? We zijn weer onderweg. Het is nu 7:30. Ik denk dat we daar zo'n uur, anderhalf uur gestaan hebben. Maar het rijdt nu wel lekker door en nu op zoek naar een campground. Ja, het is 7:00. Niet zo heel lang meer gereden, maar we hebben wel een fantastische campground gevonden. Voor $15. Dit is het. Dit is dus allemaal deel van onze campground. De fireplace, de picnic set. Eigenlijk meer bedoeld voor kampeerders, maar... is ook heel belangrijk in een bosrijke omgeving. Come down, sunbird, oh!
Zo, goedemorgen. Op deze dag, het is ongeveer 8:15. We zijn hier gebleven omdat die wegafsluiting gisteren ons toch nog wel wat tijd gekost heeft. En vandaag is het zaak om zo ver mogelijk in de richting van Salt Lake City te komen. Dat is het plan. Daar moeten we mee doen. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. We lopen hier op het zand vlakbij het Great Salt Lake. Vlakbij Salt Lake City uiteraard. Ruikt hier echt een beetje naar rotte vis ook, vind je niet? Hoe komen we hier uit? We zijn gewoon stuck. Hier op die vieze vliegen zoutvlakte. En in die tijd dat wij dus op dat lake zijn, hebben ze dus de gate gesloten van dat parkeerterrein naar de openbare weg toe. Dus dat wordt weer even een dingetje. Maar gelukkig zijn we niet de enige. Er zijn nog een paar andere mensen die dus in hetzelfde schuitje zitten. Even kijken hoe zij het oplossen. Nou, we rijden weer gelukkig. We hebben dus net zo'n 20 minuten stilgestaan. De gemoederen liepen enigszins op. Maar daar hebben we het verder niet meer over. We zijn onderweg. Nog 1,5 uur. En als het goed is zijn dan in Wendover. West Wendover. We zijn aangekomen in West Wendover. Het is eigenlijk een plaatsje, het stelt geen ene iets voor. Het zijn vooral casino's. Het is een beetje woestijnachtig, dat kun je ook zien aan de campground. Maar we doen het ermee en morgen weer vroeg op en dan echt diep de woestijn in.